eerste deel van l'article is l'article indéfini, het onbepaald lidwoord. Dat is un, une, des. Hoe wordt dat vertaald? Dat wordt vertaald in het enkelvoud als een en in het meervoud wordt dat niet vertaald. Après une phrase négative, dus na een, negatieve zin, ga je un en une, dus niet de, alleen un en une, vervangen door de. Dus après ne pas, ne plus, ne jamais. Heel belangrijk, niet vergeten. Onbepaald lidwoord. We weten dus niet precies waarover het gaat. Als je eventjes kijkt naar het overzicht dat toegevoegd is bij de opdracht, zie je hier het eerste kolommetje en het gaat over l'article indéfini. Onbepaald lidwoord, je weet niet precies over welke het precies gaat. Over welke het precies gaat. Dus un, une, de. Un, une wordt vertaald als een, de wordt niet vertaald. En après, ne pas, ne plus, ne jamais, zie je ook hier weer wat er gebeurt. Dat is het eerste deeltje. Dan, volgende pagina. Article défini, het bepaald lidwoord. Dat is le, la, les en ook l'apostrophe natuurlijk, devant une voyelle ou un h muet. Dit wordt vertaald als de of het. Je hebt hieronder ook nog l'article contracté. Dat is dat als je een zin hebt waarin a of de inkomt, dan ga je dat af en toe veranderen naar een article contracté, een samengetrokken lidwoord. Dus als het a plus le is, dan wordt dat o, a plus l apostrof of a plus la, verandert niet. En a plus le wordt o, met een x. En bij du is het eigenlijk hetzelfde. De l apostrof of de la verandert niet, maar de plus le, dat wordt du, en de plus le wordt de. Niet verward raken door de andere de, van gewoon van de article indéfini. Dit is een andere. Hieronder zie je nog een paar regeltjes waar dat altijd vast in gebruikt wordt. Habité à, donné à, à côté de, dingen die altijd vast staan. Op de pagina, we gaan eventjes kijken naar het overzicht. L'article défini, bepaald lidwoord. Je weet precies over welke het gaat. Bijvoorbeeld, je hebt le frère en un frère. Le frère, nee, we zullen dit voorbeeld nemen. Je hebt hier un garçon, een jongen. Maakt niet uit welke jongen dat is, want dat is onbepaald. Een. Maar als je zegt le garçon, dan vertaal je dat als de jongen. Dat is bepaald, dus we weten wie dat is. We weten welke jongen dat is. Le lalé. Traduction wordt hier ook weer uitgelegd. En après, ne pas, ne plus en ne jamais verandert er hier niets. Dus bij article défini wel, maar hier niet. En hieronder nog een klein vakje voor l'article contracté. De volledige uitleg vind je dus natuurlijk allemaal terug op pagina 331 tot 334. Maar hier is een klein overzicht. Voilà. Article défini, indéfini. Volgende pagina, daar zie je emploi. Zoals ik al heb uitgelegd, zie je daar waarvoor het gebruikt wordt. En indéfini, je weet niet precies waarover het gaat. Défini, je weet precies waarover het gaat. Dus un chien is niet hetzelfde als le chien. En daaronder heb je enkele regeltjes waarbij je altijd ofwel een artikel indéfini of défini gebruikt. Bijvoorbeeld, we zien hier voor een aanspreking gebruiken we in het Frans steeds een bepaald lidwoord. Les amis. Dan heb je bijvoorbeeld il, c'est en il est. Om te vertellen welk beroep iemand heeft, gebruik je een lidwoord als de zin begint met ze of geen lidwoord als de zin begint met il est, elle est, leo est. En dan bij de namen van de landen is het article défini. Er zie je nog iets over de datum. Over le matin, l'après-midi en zo verder. Le verbe appréciation, pâte, préféré, adoré, aimé. Altijd le lalé daarna.
En dan heb je les parties du corps ook altijd definieerd. Dat zijn regeltjes die je eigenlijk gewoon van buiten moet leren. Ik ben daar nu redelijk snel over gegaan, maar daar valt niet veel te begrijpen aan. Dat is gewoon van buiten leren. Pagina 334 staat l'article partitif, het deel aanduidend lidwoord. Dat is du, de, le, de. Dat lijkt dus eigenlijk heel erg op het article contracté, zoals je hier hebt. Maar een article partitief, als we eventjes gaan kijken naar, naar het kadertje opnieuw, dan zie je dat dat deelaangevend lidwoord is. Het duidt een onbepaalde hoeveelheid aan voor zaken die men niet kan tellen. Zoals, je bois de l'eau, ik drink water. Hoeveel water, dat wordt er niet gezegd. We vertalen dat ook niet in het Nederlands, maar in het Frans ga je du, de la, de le of de gebruiken. Het wordt misschien een beetje verwarrend omdat de paar vormen, bijvoorbeeld de, vaak terugkomen, maar aan de hand van de context, dus aan de hand van de betekenis van de zin, wordt dat wel duidelijk. Dus je moet daar heel goed bij opletten. Hier heb je ook weer een derde kolommetje, après ne pas, ne plus of ne jamais, de verandert hier, je hebt hier ne plus être plus pas, bij être verandert het dus niet. En dan heb je quantité plus de, heel belangrijk, tu bois du thé, je bois une tasse de thé. Want hier wordt wel aangeduid hoeveel thee die persoon drinkt, une tasse. Dat wordt hier ook weer uitgelegd. Alles wat in het kaartje staat, wordt hier veel uitgebreider uitgelegd. Dus lees dat nog eens goed na. En dan gaan we over naar de oefeningen die je moet maken. Maar we staan eerst stil bij het kadertje op pagina 75. L'article attention. Dat zijn een paar dingen waar je goed op moet letten. Après, un mot de quantité, un, une, des, wordt de. Dus beaucoup, zijn er veel, quantité, hoeveelheid. Prénégation, maar niet met être, en dan die préféré, en zo verder. Goed opletten, goed van buiten leren. Pagina 74. Daar maak je oefening 12b, je mag het antwoord gewoon hier noteren, en 12c. Op pagina 75. Ja, dat is 75, maak je geen enkele oefening, maar let je wel goed op dat kadertje. En op de volgende pagina maak je oefening 14. En dan skip je eventjes verder naar pagina 86. L'article contracté. En daar heb je ook nog weer enkele oefeningen. Oefeningen 7, 9 en 11. Die oefening 11 stopt hier. En dan maak je oefening 13 op de volgende pagina. En op de pagina daarna maak je oefening 14. Let goed op. Je kan je heel makkelijk vergissen. Dus maak die oefeningen aan de hand van de pagina's in de aperçu grammatical. Het is herhaling, maar het is iets waar veel fouten op gemaakt worden als je niet goed oplet.